Hey, ik ben David van de Rappers van Nu en ik wil je laten zien hoe je van dit een songfestivalnummer maakt zoals dit. Of branden je ogen dicht en de zon breekt door in het morgenlicht en de dag. Ongeveer een jaar geleden zaten wij met de Rappers van Nu in Amersfoort na een begrafenis. We waren een beetje aan het terugkijken op dingen, belangrijke dingen in het leven. We waren gewoon aan het lopen in de stad. We stonden op een gegeven moment te praten over hoe zou onze volgende nieuwjaarshit eruit zien. En we waren een beetje aan het denken over van hoe gaan we volgend jaar zorgen dat, dat een clip anders is, dat hij er anders uitziet. Nou, daar waren we een beetje dingen over aan het bespreken. Bob die staat een beetje voor zich uit te staren en op een gegeven moment zegt hij: zou het niet vet zijn als we aan het Eurovisie Songfestival meedoen? En wij, nou ja goed, onze eerste reactie was zoals ik nu reageer, hè, lachen. Maar na 10 seconden ongeveer, toen stonden we ook weer: hoe gaan we dit aanpakken? Hoe zullen we dit doen? We hebben afspraak gemaakt om dan met de zomer een nummer uit te brengen, want voor 30 augustus kan je een inzending doen. Nou goed, lang verhaal kort. We zijn bij elkaar gekomen en we hebben het opgenomen samen. We gaan eens kijken of we dit kunnen insturen en of we daarmee de boys impressen. We moeten sprongen in het diepe wagen. Dus here we go. En we hebben onszelf een challenge gegeven. We willen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. En met wij bedoel ik de andere rappers van nu. Dat bestaat uit Bob Renge, die doet de videoproductie van de clips. David Bogert en ik ben vaak degene die dan de compositie bedenkt. We doen gewoonlijk altijd een nieuwjaarsnummer. En nieuwjaarsnummers leveren ons tot nu toe weinig views op. En deze challenge meedoen aan het Eurovisie Songfestival gaat ons misschien een stukje verder helpen. Misschien ook niet. En dat is dan jammer. Hoe schrijf je nou een Eurovisie Songfestival nummer en wat zijn de regels daarvoor? Er is een selectiecommissie. Erik van Stalen doet daaraan mee. Cornald Maas, Jan Smit, Sander Lantinga, Koen Zwijnenberg en Joyce Hoedelmans. Hij is overtuigend onderscheiden. Als je meerdere songs hebt, mag je maximaal 3 sturen. Nou, we gaan het eentje doen. Just meteen de best shot. Hij mag niet eerder commercieel uitgebracht zijn. Dus de song die duurt maximaal 3 minuten. En dan de uiterlijke datum is 31 augustus 2021. En het is nu officieel 18 augustus. Dus we hebben nog even kort tijd. We hebben een klein conceptje staan. Daar ga ik vandaag aan verder werken. En deze zaterdag komen we bij elkaar en gaan we het opnemen. En wellicht ook een clip opnemen. Oké, dan begin je dus met een leuke synthesizer. Bijvoorbeeld zoiets, zeg maar. Nou, dan krijg je dit. Komen drums bij. Tamboerijntje. Basgitaar. Ook pianootje vergeet ik nog. Dat tikt het allemaal aan en dan krijg je dus een beetje zoiets. Heel nice. En dat wordt dan opgestuurd naar de boys. Die gaan feedback erop geven. Ik ben heel benieuwd. We hebben meerdere versies opgenomen. Vaak als we er zijn, dan geven we een beetje feedback op elkaar tekst en dat soort dingen. Het laatste stukje is altijd een beetje om en om. Maar omdat het nu ook een beetje pop, een popnummer is, zou je ook zeggen van ja, misschien juist een beetje zang of zo, zeg maar. Het staat allemaal nog een beetje open. En voor nu gaan we gewoon lekker even een ritje maken. Maar gewoon het minste waar ik op hoop, misschien is het wel het maximale waar ik op hoop, is in ieder geval dat ze... Nee, ja, sowieso. Nee, maar dat ze met een inhoudelijke reactie komen. Ja, maar precies, dat ze überhaupt dat serieuze feedback willen krijgen. Dat we inderdaad gewoon feedback krijgen, ja. Waarin staat van... Oké, dit is niet helemaal wat we zoeken of zo, maar... Weet je wat ik dan hoop? Dat zij zeggen van ja, jullie zijn gewoon niet helemaal inclusief, representatief genoeg, zeg maar. Ja, zoiets. En dat kunnen wij natuurlijk. Kunnen we uitbuiten. Dan tippen we weer geen stijl. Ja, we hebben de volgorde hadden we al staan op de app, toch? David, Bob,
rennen. Ik volgens mij. Dat is het. En dat... We hebben een keer geen stijl gestaan. Dat is de ultieme maatstaf van die chat. Ja. Hallo, 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 blaas goed uit, want de dagen gaan voorbij, alle schapen te snel. Tenaar, toverkanijntje, hoe dat is wonderbaar. Ik ben geen mopperaar, maar een zeerover met een stoppelbaar. Ik heb energie nodig, laat mijn leven in de maat van je melodie lopen. Maar wie gelooft me als ik zeg dat ik niet besta? Ik heb dat. Heb je hem daar gestopt en hem gewoon door laten lopen naar wat erna komt? Kijk of het over loopt. Als ik zeg dat ik niet besta, dan ik heb dat en alles wat er heen is. Ja toch? Waarom niet? Oké, ze hebben wel een punt misschien, maar vanavond wil je ons gelukkig zien. Ja, het is heel vet. Ja, we moeten wel luisteren. Waarom komen we eraan? Wat kan ik? Ja. Turijn of wat is het? Ik Turijn? Dat is toch van die smeerkaas? Wat ik wel van tevoren, als we worden uitgezonden, even wel weten uitzoeken waar we naartoe moeten. Ja. Zodat we niet gewoon in de verkeerde stand staan. Maar serieus, je moet misschien schaatsen. Oh, okay. Kan jij schaatsen? Nee. Dat is toch helemaal kwijt. Ik zag het in één keer vol met die verse, jongen. Hoe lang is het nog zit? Ik denk dat het toch even lang. Ja, zie je. Net, kom ik nu pas achter. Deze twee? Ja, ja. Even lang. Oh, maar het is een beetje als toren en boven de mensen. Maar ik doe het op gevoel. Ik heb een paar lines, nee, een heleboel. Oh. Als je bed op met mij. Ik ben high, maar dan op een natuurlijke manier. Ik gebruik geen drugs en toch heb ik plezier. Kort door de bocht, achterlijke groeven. We komen overwinnen. Veni Vidi Vici, pauze voor Zini, Lionel Richie. We hebben net dus de track helemaal opgenomen, tevreden over het eindresultaat. Nog een paar leuke dingetjes toegevoegd en we schrijven altijd de laatste verse zelf. En dan hebben we nog een weekje en dan gaan we opsturen naar de boys. Dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan vinden. We hopen dat we in elk geval een reactie krijgen, maar het was in elk geval een hele gezellige dag vandaag. En ja, ik kan niet wachten om het resultaat laatste te laten zien. Edit, render is klaar, de mix is klaar, dus die is onder het filmpje geplaatst. Dus ik ben nu, as we speak, een mailtje aan het typen voor het Songfestival. En we gaan natuurlijk voor Rome, hè, voor goud en voor of waar het ook is, ergens in Italië, dat we gaan winnen. Dat is wel het idee. Dus ik typ even een mailtje af en ik druk ze op verzenden. En dan is het afwachten. Spannend. Oké, we zijn inmiddels alweer een tijdje verder. 18 oktober hebben we een mail gekregen waarin stond: wij zijn niet gekozen. De selectiecommissie ging niet verder. Ze hebben niet echt een argument gegeven. Dat is, nou ja, een beetje jammer, maar goed. Het is niet anders. Maar het was wel een ontzettend leuk avontuur. En wij hebben er een leuk nummer aan overgehouden, die we nu dus ook kunnen delen. Dus als je dit kanaal in de gaten houdt, dan gaan we het nummer binnen een week of iets online zetten. Dat is een aanrader, want het is, wat mij betreft had hij gewonnen. En we blew S10 out of the water, zou ik zeggen. Maar je weet het niet. Dus... like de video, abonneer je en kijk nog even onze andere video's, de oude nieuwjaarsnummers, want ze zijn wel de moeite waard om even te bekijken. En thanks for joining met onze avontuur. Wellicht tot de volgende keer. Blaas goed uit, want de dagen gaan voorbij, alles
gaan we te snel. Dus ik neem de tijd, een beetje vreemd als de markt in Beverwijk. Stella, wie geeft me wijn? Nee, ik wil een boek. Meteen of ik slaap hol als een billenkoek. Yes, noem me Mr. Sabbatical. In het Engels, wat de meeste, daar ben ik al. Ik ben kleur in je leven als een kunstenaar. Toverkonijn uit je hoek, dat is wonderbaar. Ben geen mopperaar, maar een zeerover met een stoppelbaard. Op een hommelpaard, je woest erover in een somberlaag. Deze rapper is van alle markten thuis. De hier is aan als een werkend fornuis. En de kunst is niet te denken dat ik het allemaal meen. Zoals je meest gevreesd tijdens ben ik een blok aan je been, ja. Ontspan door je ogen dicht.